Welkom bij het kanaal van The Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met Ajax tegen Go Ahead Eagles. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video's. Hallo beste kijkers op deze fraaie dag naast de Amsterdamse Bijlmer, waar we alvast een plekje hebben opgezocht, helemaal bovenin de Johan Cruijff Arena. Wachten op de aftrap hier. Ik ben Sier de Vos en naast me zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Guter, zoals gebruikelijk. En het duel dat we uitzenden is er één in de Eredivisie. Ik kijk er naar uit, Jeroen. Dank je, Sier. Ja, nieuwe wedstrijd, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben benieuwd wat deze spelers er vandaag van gaan maken. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Nee, die paas was net niet goed genoeg. Dat wordt een inworp. Steven Berghuis. Davy Klaassen, Sébastien Allaire. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Toch geen voordeel, want de scheidsrechter fluit voor de vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé, Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. Die sliding was duidelijk niet volgens de regels. Wat verwacht je van deze speler te zien? Oeh, nu wordt het oppassen hoor. Alarmfase 1 voor de keeper. Ja, het was voor iedereen duidelijk dat ze goed uit de startblokken kwamen. Maar zo snel had ik het doelpunt ook weer niet verwacht. Wat zijn die verdedigers daar nou te doen? Die staat te kwispelen als een stel schoothondjes. Er was toch alle gelegenheid om in te grijpen. Maar ze reageren niet. Ja, en dan krijg je hem dus om je oren, hè, op dit niveau. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 22... Sébastien Haller. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Wat een ruimte daar voor Berghuis. De verdediging werkt die bal goed weg. Davy Klaassen. Bal bij de tegenpartij. Nu snel eruit komen. Wat gaat hij nu doen? Deze uitbraak loopt dood. Ze hebben de bal verspeeld. Dat is een gevaarlijke steekbal. Kans hier. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten, dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Steekpaas heeft te veel snelheid en lijkt voor de keeper. Dit begint er aardig uit te zien. Op de brommer er voorbij. En dat schot gaat recht op het doelman af.
Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Raakt de bal kwijt na die tackle. Ja, gevaarlijke steekbal. Zo, goal! Heel effectief die lage bal. Langs de doelman in het doel. Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer, hè? Ja. Die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Dusan Tadić. In de loop gegeven. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan die bal, ja. Die had de keeper best mogen hebben in de korte hoek, maar ja, hij zit. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Komt steeds meer naar voren. Hij gaat over de lijn, inworp. Er is een mogelijkheid om hem voor te geven. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Davy Klaassen. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat zijn we eigenlijk van de Amsterdammers gewend. Ze controleren het middenveld en zetten hoog druk op de bal. Dit kan nog een flinke uitslag worden. Balbezit veroverd. Een langdurige dribbel van Berghuis. Ja, lang genoeg voor een speelfilm. Schotkans van dichtbij. De Amsterdammers maken hem. Ja, dat doet hij fraai, hoor. Daar is echt helemaal niets op aan te merken. Hier, kijk. Hij legt zijn tegenstander volledig in de luren en dan rondt hij het heel beheerst af. Prima gedaan. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Blessuretijd, 2 minuten. Nog steeds aan de bal hier. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. De tegenstander raakt hem als laatste aan. Hoekschop. We hebben tijd om dat doelpunt even terug te zien. Ja, er zit flink wat explosiviteit in zijn benen. Kijk eens hoe hard hij de bal raakt. Daar kan de keeper nooit bij. De bal komt voor het doel. Raakt de doelman en daarna de paal. Nee, er zit iemand tussen. Daar fluit hij voor de rust. Het is inmiddels hierbij overgoed. Gaan we de rust in. Met een stand 5-0. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video's. Ik zou zeggen, blijf kijken.
Ajax bijt het spits af. En de tweede helft is onderweg. Ja, daar zit hij goed tussen. Davy, ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Niet veilig, maar toch de kans. Er was een mogelijkheid om te schieten. Maar het werd een doeltrap. Brouwers. En weer balbezit na die sterke actie. Nicolas Tagliafico. Nusair Mazraoui. De bal bij Blind. Ryan Gravenberg. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Die tackle zet hem van de bal af. Alleen de doelman nog voor zich. Deze kan er ook nog wel bij op het scorebord. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met twee handen aan. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. De bal niet kwijtraken daar. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd. Langs de rand van het veld. Dat moet toch lukken deze bal. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Maar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zo is er meteen afgestraft. Er wordt een speler vervangen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Blijft goed aan de bal. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Een kans op een counter. Sébastien Allaire. De verdedigers moeten snel terug. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie hoor. Ah, ongelooflijk ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie. En hoe de bal in het doel belandt. Dat is echt prachtig. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. En nu snel schakelen voor de counter. Nog steeds gevaarlijk. Deze doelpuntenmachine moet nog even wachten op die derde. Misschien komt er nog een kans. Ja, een hat-trick, dat blijft toch altijd iets bijzonders. Ik snap wel dat de speler dat probeert.
Goed getackeld daar door deze Daley Blind. Uitstekende mogelijkheid. Nee. Hij weet de kans in te benutten. Ja, en dan belandt de bal gewoon in de handschoenen van de doelman. Ik denk dat hij zelf ook wel verbaasd is, hoor. Van zo dichtbij nog wel. Door die actie is hij de bal kwijt. Blijf niet voor elkaar. Netjes gedaan. Goed gezien. We hebben nog 15 minuten te gaan. Steekbal achter de defensie. Nou, dat ben je met me eens toch, hè? Dit is geen geweldige kopbal. Dat ben ik volkomen met je oneens. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Sterk hoe hij die bal verovert. En Berghuis met een gevaarlijke bal. Kan hij hiermee? En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. De verdediger. Totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Zeeën van ruimte voor zich. Nou, wat kan hij hiermee? Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Nog 6 minuten reguliere speeltijd, wijst de stadionklok aan. Steven Berghuis. Op de vleugel voor een voorzet. Keeper raakt die bal en dan gaat hij over. Ze maken zich klaar voor de hoekschop. Bal wordt voor het doel gebracht. Hij kan er nog wel bij, maar staat er veel onder druk hier. Een sluwe steekpaas. Nee, zonde. Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Doelman had hem. Bal blijft binnen. De Amsterdammers maken hem. Ik moet zeggen dat de doelman het in eerste instantie best goed doet, hoor. Hij redt op de inzet. Maar dan heeft hij niet veel geluk in het vervolg. Want de bal komt weer terecht bij de tegenstander. Ja, dan is het alsnog hangen. Een doelpuntrijke. Pieter zet er een punt achter. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video's of voor een van onze andere video's. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.